Goedemorgen. Zo. Kijk, ze zijn hier buiten lekker op de helling aan het sleetje rijden. Dus als je dat hoort, dan kun je merken dat ze plezier hebben. Dus dat is mooi. Vanochtend, een nieuwe prekenserie. En zou het dan toch, ik zat te denken, zou het dan toch gebeuren? En kijk, tijdens deze Pool-expeditie die ik heb ondernomen om hier te komen, was dat eigenlijk het enige wat in mijn hoofd speelde. Zou het dan toch gaan gebeuren? En ik weet nog precies waar ik was. Afgelopen woensdag, niet zo moeilijk, thuis, net zoals iedereen. Toen ik het hoorde, iemand om mijn werk is wat te bellen. Die zei, ja, heb je het gehoord? Van de week, van het weekend sneeuw en kou. En het ziet eruit dat het een week gaat duren. En toen dacht ik, ah, zou het dan toch. Je weet vast waar ik het over heb. Schaatsen. Zouden we kunnen gaan schaatsen dit jaar? De schaatskoorts sloeg toe. Mijn hart ging sneller kloppen. Ik heb gelijk in mijn agenda gekeken. Kan ik bijvoorbeeld donderdag of vrijdag misschien vrij nemen? Kan ik meetings verzetten die misschien niet zo belangrijk zijn in het licht van dat ene? Namelijk, kan ik zo meteen mezelf zien door de polders met een zonnetje erbij. En dan heerlijk, urenlang schaatsen. Koek en zoopje erbij, je weet wel. Misschien denk je, nou, eigenlijk dat weet ik helemaal niet. En trouwens, dat wil ik helemaal niet. Dat is niet iets wat mij bezighoudt, wat mijn schaatskoorts is, als het ware. Maar misschien denk je wel aan hele andere dingen. Zit jij te wachten op de lente? Dat de eerste krokusjes door de sneeuw misschien wel heen komen. Of zit je te wachten op dat de camping weer open gaat, dat je naar de camping kan. Of dat de eerste zomerdag er is, dat je lekker kan bakken op het strand. Iets waarvoor je alle dingen opzij zou zetten om goed aangebrand te raken. Kan. Voor mij is het schaatskoorts. En het is iets waarvoor ik dus wat iets met me doet. Waar mijn hart sneller van gaat kloppen. En waar ik naar verlang. Verlangen naar iets. Dat is wat hoort bij ons als mensen. Bij jou en bij mij. Dromen. Dromen over een toekomst die anders is dan nu. Niet dat we niet tevreden hoeven te zijn met nu, maar er zit in ons mensen iets als, ja, we willen verder, we willen iets anders, we willen meer. We denken, hey, wat als het nou eens zo zou kunnen zijn? Dat zou toch geweldig zijn? Dat dromen, die toekomst, dat verlangen. Misschien wel heel simpel. Verlangen naar het einde van een lockdown. Dat je weer even naar buiten mag, dat je even naar een concert kan misschien. Of iets kan genieten op straat ergens. Einde van corona, alle maatregelen. Misschien is dat wel je verlangen momenteel. Hetgene wat het meest in je hoofd zit. Nou, deze preekserie die we vandaag gaan introduceren gaat over verlangen. Verlangen naar God. Devotie hebben we hem genoemd als titel. Een oud woord, devotie. En er zijn natuurlijk preekseries gericht op heel praktisch. Hè, op actie, op de 12 stappen naar vrijheid. Of hoe doe ik dit, hoe doe ik dat. Hartstikke goede preekseries. Maar wat belangrijk is en waar we nu even naar terug willen stappen als het ware, is naar de kern. Is eigenlijk naar ons hart. Wat leeft er in jouw hart en in mijn hart? Voordat we het hebben over doen en actie en dat volgt daar allemaal uit. Maar het is belangrijk, wat is er in ons hart? En verlangen we inderdaad naar God? Terug naar de kern, want alle andere dingen volgen daaruit. Devotie, zei ik al. Devotie, een term die je niet zo vaak hoort. En ik weet niet, als jij op school of op je werk of op straat of in je buurt zou vragen, wat is devotie? Ik weet niet of er een heel samenhangend antwoord uit zou komen. Misschien kun je het zelf niet eens definiëren. Dat kan. Ik ook niet per se. De Bijbel, een nieuwe Bijbelvertaling, daar komt het woord af en toe in voor. Niet als devotie, maar dan staat er vroomheid genoemd. Vroomheid. Nou, fantastisch woord, toch? Een woord waarvan je echt warm wordt. Misschien. Ik in ieder geval vind dat een lastig woord. En dan hebben we het over 1 Timotheus 6 is dat. Ik zal het heel kort voorlezen. En daar staat, zegt Paulus tegen Timotheus, die zegt, streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding, zachtmoedigheid. Al die andere woorden, die ken ik. Rechtvaardigheid, geloof, liefde, volharding, zachtmoedigheid. Kan ik me iets bij voorstellen, maar vroomheid, wat is vroomheid? En er staat ook genoemd bijvoorbeeld Cornelius, een man, die zien we in het boek Handelingen. En er staat, hij was een vroom man. Ik weet niet, als je op straat zou vragen van het woord vroom, waar doet dat je aan denken? Nou, misschien zeggen sommige mensen, nou, er was eens een winkel, die heette V&D, Vroom en Dreesman. Misschien is dat het enige waar ze op kunnen komen, als je dat nog weet. Misschien nog het Wilhelmus, iets van vroeger, het verleden. Ik weet niet of je het zesde couplet kent van het Wilhelmus. Weet je wel, mijn schild en de betrouwen, zijt gij, o God, mijn Heer. En dan gaat het op een gegeven moment dat ik toch vroom mag blijven, uw dienaar tallen stond. Oké, iets van vroeger, iets van vroom zijn, iets van het Wilhelmus, iets wat niet zo relevant nu is. Want wie kent het zesde couplet van het Wilhelmus naar zijn hoofd? Goed,
voor mij is het in ieder geval vroom ook iemand die misschien, ja, weet je, een vroom iemand. Doe niet zo vroom, joh. En doe niet zo schijnheilig, doe niet zo saai, doe niet zo suf. Nou, allemaal woorden die we als het ware willen laten zien van, nou, dat is niet wat vroomheid, wat devotie is, waar wij het over willen hebben, naar het verlangen naar God. Het is, als je het zou definiëren, het is, nou, verlangen naar God, maar ook zo verlangen dat het uitmondt in een vrijwillige keuze om hem te volgen, om hem toegewijd te zijn. Vrijwillige toewijding aan God, zou je ook kunnen zeggen, is devotie. En er zijn een heleboel aspecten aan, en die gaan we in de komende preken allemaal uitpakken. Het is niet heel toevallig dat dat trouwens ook het onderwerp is waar we als mannen en vrouwen apart mee bezig zijn. Ik denk dat dat ook voor jou als man en voor jou als vrouw ook anders weer uitpakt. Zo'n devotie, een leven vol devotie. Dus dat gaan we de komende week ook bijvoorbeeld doen. En de weken die volgen. Maar wat zegt de Bijbel erover? Dat is het allerbelangrijkste. En er is een psalm. Midden in die psalm, je kan hem vast opzoeken, psalm 27 is dat. Die ga ik zo lezen. Midden in die psalm staat één zinnetje. Eén ding verlang ik. Dit is mijn doel. Dat is dus waar we naar moeten kijken. Die psalm moeten we eens gaan lezen. Want daar staat te ontdekken wat dat verlangen is. En het is in dit geval een verlangen naar God. Zullen we dat lezen? Het is een psalm, psalm 27. Ik lees hem uit de herziende Statenvertaling. En als je niet bekend bent met de Bijbel, midden in je Bijbel, het zijn psalmen. Het zijn er 150. En psalm 27 lezen we. En dat is een psalm van David. David, hebben we het misschien een paar preken terug ook over gehad. Een man in Israël die al gezalfd was tot koning op heel jonge leeftijd. Maar dat was een probleem. Er was een andere koning. Die wilde hem niet aan de macht laten komen. Daar kom ik zo meteen even op terug. Maar David schreef ook psalmen. En dan schrijft hij dit. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik angst hebben? Toen kwaaddoeners op mij afkwamen om mijn leven te verslinden, mijn tegenstanders, mijn vijanden, struikelden ze zelf en vielen. Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen. Al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop. Eén ding, daar is die, één ding heb ik van de Heer verlangd. Dat zal ik zoeken, dat ik wonen mag in het huis van de Heer al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de Heer te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij doet mij schuilen in zijn hut op de dag van het onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots. Nu heft mijn hoofd zich omhoog, boven mijn vijanden die mij omringen. Ik zal in zijn tent offers brengen onder geschal van trompetten. Ik zal zingen, ja, ik zal psalmen zingen voor de Heer. Hoor, Heer, mijn stem als ik roep. Wees mij genadig, antwoord mij. Mijn hart zegt tegen u wat u zelf zegt. Zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Heer. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Wijs uw dienaar niet af in toorn. U bent mijn hulp geweest. Laat me niet in de steek. Verlaat me niet, o God van mijn heil. Want mijn vader en moeder hebben mij verlaten, maar de Heer zal mij aannemen. Heer, leer mij uw weg. Leid mij op een geëffend pad, omwille van mijn belagers. Geef me niet over aan de begeerte van mijn tegenstanders. Want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan en mensen die briesten van geweld. Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de Heer zou zien in het land van de levenden, ik was vergaan. Wacht op de Heer, wees sterk en hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heer. Dat is de psalm die David schreef. En David, ik zei al, hè, jong, gezalfd tot koning, van, was wel duidelijk, hij zou de koning worden, maar dat was een probleem. Dat duurde echt tientallen jaren voordat hij echt koning werd. En zijn leven was een leven van ups en downs. Niet alleen toen, voordat hij koning werd, ook toen hij koning werd, waren er telkens weer een ander volk, Filistijnen, Amalekieten, weet ik van wie allemaal, die op hem afkwamen en die een serieuze bedreiging waren. Hij moest zelfs vluchten voor zijn eigen zoon op een gegeven moment, die het op zijn leven had voorzien. Dus, hij begint deze psalm met een statement. En daar wil ik dus naar kijken. We hebben eigenlijk twee delen in deze psalm. Daar kom ik zo meteen op terug. Maar het eerste deel wil ik nu dus instappen. En die bestaat eigenlijk weer uit drie stapjes, als het ware. En het is één een statement. Het eerste wat hij doet, daar gaan we zo naar kijken. Het tweede is, dan zegt hij, oké, maar dit is mijn geheime recept, als het ware. Dit is waarom ik dit vraag. Daar kom ik zo meteen ook op terug. En het derde, onze derde, is waarom ik dat doe en het gevolg daarvan. Dus statement, zijn geheime recept
en de reden en het gevolg daarvan. Laten we er even induiken. Want het eerste statement is gelijk een statement. Hij zegt, de Heer is mijn licht en mijn heil. Heil betekent redding, mijn behoud. Hij redt mij. En dan zegt hij, voor wie zou ik angst hebben? Wie zou ik vrezen? Dat is het statement wat hij maakt. Van dit is zo, voor wie zou ik angst hebben? Alsof hij het tegen zichzelf vertelt, alsof hij het tegen mensen vertelt. Hè, als dit lied wordt gezongen. Het is een soort liedboek voor toen en voor nu. Voor wie zou ik angst hebben? En de dingen die je dus leest, hè, over kwaaddoeners en tegenstanders en vijanden en een leger wat optrekt. Het is niet theorie voor David, als het ware. Het is niet als een spelletje Risk, weet je wel. Ik weet niet of je dat nog kent. Dan gooi je met dobbelstenen en dan zeg ik, val jou aan, Kamchatka. En dan met 5 legers en dan schuif je alles over. En op een gegeven moment overwin je de wereld. Ben je fantastisch, ben je de koning, als het ware. En dan is het tijd en dan vouw je het spelletje op, gaat er in de doos en er is niks veranderd. En dat is niet hier het geval. Dit is een serieuze oorlog, een serieuze situatie waarin David zit met serieuze tegenstanders, waar zijn leven op het spel staat. Het is geen Risk, het is geen World of Warcraft, het is geen Fortnite, waar je als het ware elkaar even om kan leggen en aan het einde denkt, nou oké, dat was het dan. Er is echt genoeg situaties en genoeg mensen om bang voor te zijn, om te vrezen. En het statement wat hij dan maakt is duidelijk, toch? De Heer is mijn licht en mijn heil, mijn redding. Hij kiest ervoor om niet bang te zijn en om God te vertrouwen. Dat is waarmee hij begint. En eigenlijk gelijk door zie je dan dat hij gelijk deelt van me. Dit is mijn, als het ware, geheime recept daarvoor. Hoe dan? Hoe kan je dat statement dan maken midden in al dat geweld? Nou, hij zegt eigenlijk, 1 ding heb ik verlangd. 1 ding heb ik verlangd. Nou, wat zou jij verlangen als je in de situatie was? Nou, ik zou bijvoorbeeld vragen om een sterk leger. Of om de situatie dat alles weer werd zoals het normaal werd. Van, het is allemaal anders nu, complete chaos. 1 ding heb ik verlangd, maakt me niet zo heel veel uit, maar als het maar weer gewoon normaal wordt. Of, oh, als ik maar zo meteen de absolute heerser kan zijn. Dat is wat ik vraag. Heer, voor de rest maakt het niet zoveel uit. Als ik maar de heerser kan zijn. Nee, wat vraagt hij? 1 ding vraag ik. Dat zal ik zoeken. Ik zoek ernaar, dit wil ik bereiken. Wonen in het huis van de Heer. En zijn lieflijkheid aanschouwen. En als derde, te onderzoeken in zijn tempel. Wauw, dat is even verrassend als het ware. Hij zoekt de nabijheid van God. De dichtbijheid, nabijheid van God. En hij heeft het over een tempel, hè? Over het huis van de Heer. En hij heeft het over een tempel. En later hebben we ook gelezen over een hut en een tent. En het betekent bij God, waar God is. Daar wil ik zijn. Letterlijk, toen was er een tabernakel. Er was ook nog een andere tent waar de ark dan weer stond. Een beetje een gecompliceerde situatie. Maar het is duidelijk dat David zegt, ik wil zijn waar God is. Niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk. Alle dagen van mijn leven. Hij gaat natuurlijk niet letterlijk in een tent zitten alle dagen van zijn leven. Maar hij zegt, ik wil bij God zijn. Elke dag van mijn leven. Zijn nabijheid zien. Wonen in het huis van de Heer. Wonen. Niet op bezoek komen, wonen bij het huis van de Heer, waar ik thuis ben, waar ik kan zijn, waar ik niet op mijn hoede hoef te zijn, waar ik niet misschien een mondkapje op hoef, als het ware, als we het nu zo bespreken, maar waar ik thuis ben. Wonen bij Hem. En ook onderzoeken. Zijn lieflijkheid te aanschouwen staat er zelfs, of te zien. Dat betekent ook rust. Hij zoekt niet, als het ware, even gauw de oplossing, even gauw een offer, en hoppakee, dan gaan we weer verder. De oorlog in, of de vlucht in, want hij was een lang deel van zijn leven was hij gewoon op de vlucht. Maar hij zegt, ik wil zijn lieflijkheid aanschouwen. Ik wil zien wie God is. Ik wil hem beter leren kennen. Ik wil onderzoeken zelfs. Alsof je een diamant hebt of iets gekregen hebt en je gaat het van alle kanten bekijken. Onderzoeken en kijken of er dingen zijn die je nog niet wist. Te onderzoeken in zijn tempel. Dat is zijn geheime recept. Midden in alle dreiging. En dan zegt hij, dat is het derde stukje, de reden, waarom doe ik dat? Dan zegt hij, want, daarom is het een reden. Want wijst altijd op een stukje naar voren. Van, het is een signaalwoord, geloof ik, heet dat. Maar in ieder geval, het wijst naar wat er was. En daarom trek je een conclusie daaruit. Dan zegt hij, want, even kijken hoor, waar stond dat? Vers 5, hij doet mij schuilen in zijn hut op de dag van het onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Prachtige tekst, toch? Prachtige woorden die David hieraan geeft. Fantastisch. En hij zegt ook, hij laat me overwinnen. Hij zegt me hoog op een rots, veilig. Ik kom uit. Hij laat me vier overeind staan, als het ware, boven mijn vijanden.
En die term hut en tent, die vond ik zo mooi. Dat viel me op. En dat zijn niet woorden als van... Hij had ook kunnen zeggen van nou, hij verbergt mij in de westelijke vleugel van het zomerpaleis waar hij eens per jaar misschien eens langskomt. Kan. Dat is ook wat een koning doet. Kan doen. Maar nee, hij verbergt mij in zijn hut. In zijn tent. Zijn hut. Zijn tent. Waar hij is. En ik weet niet of je wel eens gekampeerd hebt. Maar op een camping, als je met z'n allen in een tent zit. Of misschien in een hut, in een blokhut. Het is niet zo heel groot in een tent en in een hut. En je hebt als het ware soms last van elkaar. Positief gezegd, je bent echt lekker met elkaar. En je deelt je leven met elkaar. Wat je ook doet. Of je eet. Of dat iemand zich in zijn slaap omdraait. Of toevallig even snurkt. Je hoort het in een tent en in een hut. Want je bent dichtbij. Dichterbij kun je niet zijn met elkaar. Misschien vind je dat vreselijk, maar het beeldspraak hier is wel duidelijk, toch? Je bent dichtbij, je deelt met elkaar wat je niet met iedereen deelt. Want hij verbergt ons in zijn hut. En dat is waar ik alvast wil stilstaan bij de toepassing voor ons. Voordat we naar de rest van de psalm gaan kijken. We kijken, wat betekent dit nou voor ons? Wat kunnen wij hiervan leren van David? Midden in de stormen en de chaos. En als de lente misschien nog even op zich laat wachten. Letterlijk, als je het vandaag zo naar buiten ziet, maar ook figuurlijk. Als de lente na alle ellende waar we in zitten nog echt niet in zicht is. Als het alleen maar erger misschien lijkt te worden. Of in ieder geval niet beter. Als je conclusie is van nou, het wordt niet meer anders, ik moet me er maar aan overgeven. Of als je op het punt staat om op te geven. Daar middenin kunnen we net zo ontdekken als David. De Heer is mijn licht en mijn heil. De Heer is mijn levenskracht. In het tweede vers. Dat is wat ik nodig heb in mijn leven. Voor wie zou ik angst hebben? Voor wie of wat zou ik angst hebben? En hij verbergt mij in zijn hut. Daar kunnen we ons op, daar kunnen we op vertrouwen. Dat is mooi toch? David verlangt naar de nabijheid van God telkens weer. Dat zie je ook in andere psalmen. Prachtige psalmen die je ook kunt gebruiken voor jezelf. Bijvoorbeeld psalm 63. U zoek ik God in een dor en dorstig land. Of psalm 42, zoals een hert dat verlangt of smacht naar water. Zo verlang ik naar u. En dat is het verlangen waarover we spreken nu. En dat is het verlangen wat jij ook mag hebben. Het is niet verkeerd om een verlangen te hebben. Het is niet verkeerd om te zeggen, ja, ik wil meer van u. En we denken wel eens naar verlangen, dat is misschien, ja, oké, je moet gewoon tevreden zijn met wat je hebt. Dat is wat God je gegeven heeft, hebt en klaar. Nee, we zijn gemaakt om te verlangen. C.S. Lewis, die zei, als we met een verlangen zitten dat niets of niemand in deze wereld kan vervullen, dan is de meest waarschijnlijke verklaring dat we voor een andere wereld gemaakt zijn. En dat is waar in ons allemaal. We zijn gemaakt voor een wereld in Gods koninkrijk, in Gods volk. Niet alleen straks, maar er zit iets in ons wat doet zeggen, hé, er is iets anders mogelijk dan dat ik om mij heen zie. Er is iets meer mogelijk. En de vraag vanochtend is, en de uitdaging die David laat zien is, laten we daarnaar verlangen. Niet alleen naar die nieuwe wereld, naar die verandering, maar ook verlangen naar God. Het is wat God deed met Adam en Eva, wandelen in de tuin, aan het begin. Met Henoch, die wandelde met God. En straks, in de openbaring, als er staat, ik zag een nieuwe stad. En die was uit de hemel neergedaald. En God zal met hen zijn. Hoe staat het er? Zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. God is in hun midden. Dat is wat God aan het doen is, aan het herstellen is, wat in het begin er was. Maar waar wij een potje van hebben gemaakt, bij de eerste de beste mogelijkheid, dachten, nou weet je wat, ik ben misschien nu in zijn tuin, in zijn tent, ik ga eens even ergens anders kijken, want misschien is het daar ook wel leuk. En het zit in ons om dat te ontdekken en we hebben daarin verspild het beste wat we konden hebben. En tegelijkertijd mogen we nu verlangen naar hem. En naar die herstel van dat hij dat terug wil geven, terug wil brengen. En dat is hij al aan het doen, ook nu, ook in zijn kerk, is hij die eenheid met hem al terug aan het brengen. En dus je mag verlangen naar meer, je mag verlangen naar een andere wereld, je mag verlangen naar God, naar meer van God ook. We zijn goed in andere dingen, hè? Verlangen naar andere dingen, en dan komen we in deze preekserie ook op, hè? Verlangen in plaats van God stellen, het is niet verkeerd misschien. Dingen als macht of status of geld en bezit. Nou, het is niet verkeerd per se om het te hebben. Niet verkeerd om je uit te strekken om misschien meer ervan te hebben. Dus, ligt eraan wat je ermee gaat doen natuurlijk. Nou, als je het hebt over seks, over succes. Het zijn dingen waar we
naar kunnen verlangen als ultiem doel. Maar het echte onderliggende doel is verlangen naar God. Het onderliggende waarvoor wij gemaakt zijn, is verlangen naar Hem, naar meer van Hem. En dat we ons leven inrichten, zeg in al deze gebieden. Geld, bezit, huwelijk, relaties, vriendschappen. Wat ik doe op zondag, op maandag. Wat ik doe, stel ik in het licht van het verlangen naar God. Naar wat Hij voor mijn leven wil. En weer Lewis, C.S. Lewis, die zegt: onze Heer vindt onze verlangens niet te sterk, maar te zwak. We zijn halfhartige schepselen, zegt hij, die zich druk maken om drank, seks, ambitie, terwijl oneindige vreugde aan ons wordt aangeboden. We zijn als een onwetend kind dat moddertaarten wil maken in een sloppenwijk, omdat hij zich niet kan voorstellen wat er wordt bedoeld met het aanbod van een vakantie aan zee. Mooi gezegd, toch? We zijn veel te snel tevreden, zegt hij dan als conclusie. We zijn veel te snel tevreden. Ons verlangen is niet te sterk naar alle andere dingen. Nee, ons verlangen is misschien wel te zwak. En de vraag is, kunnen we ons verlangen bij God vinden? Want dat is het uiteindelijk wat je goed zal doen. Het is zoals Kees vorige week zei, die rijke jonge man. Ik weet niet of je het verhaal kent. Die komt dan bij Jezus en die zegt: nou Heer, wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? En dan vraagt Jezus: nou, wat doe je allemaal al? En dan zegt hij: nou, ik heb alle geboden gehouden en ik heb alles netjes gedaan. En dan prikt Jezus precies in zijn hart, als het ware. En dan zegt hij: één ding heb je nog niet gedaan. En verkoop alles wat je hebt. Geef het geld aan de armen en kom terug. En volg mij. En dat is precies waar Jezus de vinger op de zere plek legde. Het verlangen van deze man was, het grootste verlangen was zijn geld en zijn bezit. En dat uitbreiden. En Jezus zegt: er is een beter verlangen voor jou. En dat is: volg mij. En dat is de uitdaging die we hebben. Omdat daar ruimte voor te blijven maken in ons hart. Verlangen naar God is het beste verlangen wat je kunt hebben. Is het beste verlangen wat je kunt hebben. En je moet je juist alle ruimte geven. Verlangen naar geluk, kun je zeggen, dat is toch verkeerd? Nee, helemaal niet. Maar het verlangen naar geluk is verlangen naar God. Want als je verlangt naar God, is dat het allerbeste wat je kunt doen. En dat is dus waar we naar op zoek zijn. Juist ook in onze kerk, als het gaat om hoe dat op onze bezigheden slaat, op jouw bezigheden slaat. Het gaat om je hart. Waar verlang je naar? Wat voor verlangen is er in je hart, in wat je dan ook doet? Het gaat niet om hard rennen. Het gaat niet om elkaar aanmoedigen, om je moet harder werken, je moet ook in de missie actief worden. Dat is uiteindelijk niet het einddoel of ook niet het beginpunt. Het gaat erom, en dat is echt wat ik vanochtend op mijn hart heb, dat stukje de lieflijkheid van God aanschouwen. Bij hem gaan zitten in zijn tempel, wat David zegt. En bij hem schuilen in zijn hut. Maak dat eens wat concreter. Zullen we dat eens wat concreter maken? Stil te worden bij hem. Echt stil te worden bij hem. Niet zoals ik net zei, zoals David: even gaan binnenkomen, even gaan een oplossing zoeken voor je probleem en huppakee weer doorrennen. Ook al is het soms lastig, ook al heb je soms enorme drukke tijd. Maar is de vraag: kunnen wij nog echt stil worden bij God? Kunnen we in zijn tempel gaan zitten en zeggen: ja, hier hoor ik, hier woon ik. En hem zoeken, 's ochtends of 's middags of 's avonds, wat je ook uitkomt. En dan je richten op: wie is hij? Ik wil deze God beter leren kennen. Ik wil zijn lieflijkheid aanschouwen. Ik wil onderzoeken wie hij is, wat hij heeft. Gewoon bij hem zijn, in zijn tent, in zijn hut, op zijn stoel zitten. Ik weet niet of je gisteren erbij was. Er was een evenement waar een bevriende kerk uit Bishop Stortford in Engeland had ons uitgenodigd. En daar sprak iemand, Mike Pilevacci. En misschien ken je die ook wel. Een heel verhaal hoef ik allemaal niet te herhalen. Maar wat mij wel trof, is dit. Hij zei, juist ook dit, het gaat allemaal om liefde. Gaat goed, jongens? Oké, mooi zo. Hij zegt, het gaat erom, vind je vreugde in degene die vreugde vindt in jou. Dat is waar hij mee afsluit. Het is onze vraag om onze vreugde te vinden in degene die vreugde vindt in ons. Dat is uiteindelijk wat hij wil. Relatie met ons. Zijn bij hem. Wonen in zijn huis, in zijn tempel. En dat is anders trouwens dan verlangen naar ijs en schaatsen. En dat is misschien iets wat je misschien ook wel gezien hebt. Want ja, schaatsen en ijs, dat is misschien eens in de 5 jaar als je mazzel hebt. Misschien dan een middagje als je heel veel mazzel hebt, als niet de sneeuw bijvoorbeeld roet in het eten gooit.
allemaal, dat is het allemaal, misschien ooit staat het te gebeuren. Deze God die wij volgen is een God die wil met ons zijn. Die juist dat verlangen wil vervullen. Een belangrijke tekst die ik altijd in mijn hoofd heb zitten is 2 Kronieken 16, vers 9. En daar staat, de Heer laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan. En biedt iedereen hulp die hem met heel zijn hart is toegedaan. Dat is in de Nieuwe Bijbelvertaling. En in de NBV staat geloof ik, hij zoekt om krachtig bij te staan, wiens hart volledig naar hem uitgaat. Dus als ons hart, als wij verlangen naar hem, als wij zeggen, ja Heer, ik verlang naar meer van u, dan zoekt God naar mensen die dat zeggen. En om hen krachtig bij te staan. Om juist die levenskracht, juist die redding, juist dat heil, juist die geborgenheid die je zoekt en die lente waarnaar je op zoek bent, als het ware, die wil hij geven. Hij wil ons krachtig bijstaan als ons hart naar hem uitgaat. Dat is het mooie van het christelijk geloof. Het begint niet met hard werken. Het begint bij God zijn. En dat is waarom we de preekserie houden. Dat is waarom we onderwerpen hebben als zometeen in vervolgpreken. Vreugde vinden bij God. Ontzag hebben voor God. Ervaren van de liefde van God. Wat betekent dat voor onze lofprijzing? En heel praktisch gemaakt ook, wat betekent dit in jouw leven? Op maandag, wat je ook doet op maandag, of het werk, of studie, school, of gewoon thuis in de buurt bent. Wat betekent dat? Welke ruimte kunnen we maken, kunnen wij maken om bij hem te zijn? Om te onderzoeken in zijn tempel, om te wonen bij hem. En als het gaat om bezit, relaties, vriendschappen, studiekeuzes, partnerkeuze, en ook gewoon om wat jij doet als niemand kijkt. Hoe speelt dat mee? Hoe, alles, stel je alles in het licht van verlangen naar God. Zeg je, ja, Heer, ik wil eigenlijk meer van u. Maakt me niet uit hoe of wat. Al het andere, de dingen die ik net noem, die stel ik in het licht van meer van u. Dat is wat mij uiteindelijk echt geluk geeft. Dat is wat u geluk geeft. Hiervoor ben ik gemaakt. En ook voor ons als gemeente. Onze gezamenlijke lofprijzing, onze activiteiten die we allemaal doen, onze cultuur, die willen we in dat licht stellen. We zijn gemaakt om uw volk te zijn. Niet om hard te rennen. En natuurlijk gaan we hard werken. Maar we zijn allereerst gemaakt om uw volk te zijn. En om bij u te zijn. En dan ook te onderkennen. Nou, wat zijn misschien dingen die we doen die als het ware dode werken zijn? Waar we misschien juist niet het verlangen van God in zien momenteel. Nou, dan is de uitdaging om die dan te stoppen. In ieder geval voor jezelf persoonlijk. Als je zegt, nou, ik doe al heel lang wat. Maar ja, er zit eigenlijk geen hart meer achter, geen hart meer in. Dat is een belangrijk teken. Dat is een teken om iets aan te doen, om over in gesprek te gaan. Want zo'n kerk willen we niet zijn, die dingen voor de vorm doet. Die uiterlijk fantastisch eruit ziet, maar innerlijk eigenlijk doods is. Dat is niet het volk wat God bedoeld heeft. En daar maken we dus ook geen ruimte voor. Dus wij maken juist ruimte voor om dat te benoemen. En om daardoor heen te werken en te ontdekken waar wil God dat wij instappen. En waar is Gods hart en waar kan ons hart zijn. Dus, dat was de aanmoediging om hier zelf bij God te zijn. Je zou kunnen zeggen, stille tijd, daar kan ik het ook over hebben. Meditatie, misschien wel, wat is dan het verschil tussen dit en mindfulness, wat je in de wereld ook heel vaak hoort, verlangen naar God. En mindfulness, devotie, hoe zit dat met elkaar? Komen we ook op terug in de preekserie. Hartstikke relevant. Maar de start maken we vandaag door te zeggen, laten we ons richten op hem. Eén ding heb ik verlangd, bij hem te zijn. Dat was het eerste deel van de psalm, ook het grootste deel trouwens van de preek. En ik wil even afsluiten door nu naar het tweede stuk te kijken. Want dat is belangrijk om te kijken wat David vervolgens zegt. Hij maakt niet voor niks een hele psalm met begin en een eind. Want nadat David zijn conclusie trekt, van God red mij keer op keer. Hij heft mijn hoofd hoog boven mijn vijanden, zegt hij. Dan zie je wel weer dat hij hele sterke taal gebruikt om te bidden naar God. Om Gods hulp weer te vragen. Het is niet eenmaal gedaan en klaar en nu kan ik altijd bij God zijn en nu is het over. Nee, David realiseert zich, ik zit nog steeds midden in die strijd. Hij zegt, ik zal niet bang zijn, ik vertrouw op hem. Hij zal me laten overwinnen en ik zal offers brengen. Ik zal hem prijzen met heel mijn hart en met trompetten. En dan komen we in dit stukje, waar staat, hoor mijn stem als ik roep. Roep, niet zozeer als ik wat fluister en misschien iets een keertje genoemd heb in mijn gebed. Hoor mijn stem als ik roep. Ik zoek uw aangezicht. Ik zoek uw persoon. Ik zoek wie u bent, waar u bent. Laat me niet in de steek. Wijs uw dienaar niet af, zegt hij. Mijn vader en moeder hebben me verlaten, maar de Heer, u zal me aannemen.
Hij blijft hulp vragen aan God. En dat is een voorbeeld voor ons, om niet alleen bij God te zijn en er echt de tijd voor te nemen, om te verlangen hem te onderzoeken, zijn liefelijkheid te aanschouwen, maar vervolgens ook ons hart aan hem uit te bidden. Gewoon vrijmoedig te vragen, omdat hij dat aan ons vraagt. Hij vraagt of wij vragen. En David doet het ons voor, gewoon te noemen, waar heb ik behoefte aan? Wat is er nu in mijn leven waar ik graag een eind aan zie? En welke lente wil ik in mijn leven zien komen? Waar heb ik genoeg van? Het blijft voor hem nodig om te bidden, te vragen in gebed. Dus laat dat een aanmoediging voor ons zijn ook. Om als je dan je stille tijd doet, of als je misschien met z'n tweeën dat doet, als je je op God richt, ook in lofprijzing, om dat ook vrijmoedig je hart daarin te delen met God. Het verlangen naar God en bidden, vragen van hem, hoort gewoon bij elkaar. Het vloeit in elkaar over en dat is dus niet erg. Als we alleen maar zouden vragen, dan is het niet in evenwicht. Maar het verlangen en gebed hoort bij elkaar. En het mooie vind ik ook, dat David niet alleen zegt, red mij, van hoor mijn stem. Maar hij zegt ook in vers 11, Heer, leer mij uw weg. Niet alleen in het verleden, van God, red mij. Niet alleen nu, red mij van waar ik nu ben. Maar ook, hoe wilt u eigenlijk dat ik stappen ga maken vanaf hier? Leer mij uw weg. Leer mij te doen wat u wilt. Twee psalmen eerder, in psalm 25, daar zou je naartoe kunnen slaan als je wil, maar daar staat, goed en rechtvaardig is de Heer. Hij wijst zondaars de weg. Wie nederig zijn, leidt hij in het rechte spoor. Hij leert hun zijn paden te gaan. We hebben een God die niet alleen maar iets verlangt en denkt, nou, ik zal eens kijken wanneer ze het doorhebben. En als ze het doorhebben, dan zie ik het wel. Nee, we hebben een God die ons leert zijn paden te gaan. We hebben een God die zegt, ik laat je niet in je eentje. Als jij vraagt om leer mij uw weg, dan ga ik je dat laten zien. Stap voor stap voor stap. In de gemeente, door je broers en zussen, maar ook gewoon in het lezen van het woord, gaat God jou laten zien welke stappen je kan maken. Fantastisch is dat. Een fantastische God hebben wij, die ons niet alleen maar redt, maar ook zegt, ik heb een plan voor jou. Ik heb een nieuw plan voor je en het begint met deze stap. En onze vraag is dus, de vraag aan ons is dus, ga ik die stap maken? Ga ik daarin gehoorzamen? Ga ik God zoeken in dat gebied wat hij me laat zien? Tijd nemen dus. Tijd nemen om te zitten, te aanschouwen. Tijd nemen om te vragen en vervolgens ook tijd om te luisteren. Als David zegt, leer mij uw weg, dan is het ook de bedoeling dat God antwoord geeft en dat je dat antwoord ook hoort en gaat doen. En dat is dus de aanmoediging voor ons daarin. Om concreet te maken. Hoe werkt dat? Hoe werkt dat nu misschien in deze tijd? Je zegt, ja, ik ben al lang niet meer aan stille tijd toegekomen, want ik heb het zo druk met corona. Nou, oké, dan is het dit jaar misschien een ander moment dan normaal. En dan zie je straks wel weer hoe het de rest van je leven gaat. Maar hoe kan jij nu, in deze tijd, hier ruimte voor maken? Dat is de aanmoediging. En ik wil eigenlijk afronden met de aanmoediging van David zelf. Het lijkt wel alsof hij een preek geschreven heeft, want hij heeft een fantastische laatste aanmoediging vers 13 en 14 zegt hij, als ik toch niet geloofd had dat ik de goedheid van de Heer zou zien in het land van de levenden, was ik vergaan. We kunnen dus vertrouwen op de goedheid van God en dat redt ons. En dan deze aanmoediging, wacht op de Heer. Wees sterk en hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heer. Zullen we dat doen? Amen.